En vanavond in onze uitzending: zit er straks een piraat in het Nederlandse parlement? Spaanse ouderen komen in opstand tegen de banken. Ze willen hun spaargeld terug. En oprukkende vos maakt tuinen in het centrum van Hilversum onveilig. Dit is één vandaag. Dames en heren, goedenavond. De Piratenpartij lijkt in navolging van andere landen ook in Nederland een plek in het parlement te veroveren. Volgens de laatste peiling staan ze op één zetel. De partij heeft de vrijheid op internet voorop staan, maar blijkt ook voor kiezers een hele interessante protestpartij. Lijsttrekker Dirk Poot. Dat hij niet slechts af en toe op internet zit, is af te lezen aan zijn toetsenbord. Niet voor het een of het ander, maar je hebt echt een piratenpartij toetsenbord, hè? Nou, het is eigenlijk meer een programmeurstoetsenbord, denk ik. Dat doet u als vak? Dus, dat is eigenlijk mijn normale werk. Ja. Maar dat heb ik eigenlijk sinds eind maart heb ik eigenlijk geen letter meer geprogrammeerd. Het is toen alleen maar gewoon heel druk geweest met de Piratenpartij. Het toetsenbord kreeg het helemaal zwaar te verduren toen het kabinet viel. De Piraten moesten zich ineens in recordtempo voorbereiden op de verkiezingen. In Nederland is het dus echt gewoon best lastig om als politieke partij binnen te komen in het hele bestel. We moeten zo meteen in 20 kieskringen, inclusief de Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, moet je 30 handtekeningen krijgen. En dat is niet zoals vroeger dat je mensen op een markt een dingetje kan laten invullen. Nee, iedereen moet met een identificatiebewijs naar het gemeentehuis, waar dan één ambtenaar zit, als je mazzel hebt, die op dat moment een formulier afstempelt wat jij daar moet ondertekenen. Maar die moeite lijkt niet voor niets. De Piraten krijgen vast de voet op Nederlandse bodem. Eén kleine partij waar ik even je aandacht op wil vestigen, dat is de PP, krijgt één zetel. Dat is de Piratenpartij. Precies. Volgens mij is het voor het eerst dat ze één zetel scoren in een peiling. En de taart? Die komt 12 september, als de virtuele zetels echte zetels zijn geworden. U gelooft er nog niet in? Ja, absoluut, maar je moet niet de vloek juichen natuurlijk. Wie de site van de Piratenpartij bekijkt, ziet meteen dat het hier een kopie betreft van de Zweedse en Duitse evenknie. In die landen hebben ze al meer politieke ruimte ingenomen. Ik neem die wahl aan. Vielen dank. Dankeschön. Bij Duitse deelstaatverkiezingen kregen ze laatst 7% van de stemmen. Ik denk dat het feit dat we in Duitsland groot zijn geworden, dat heeft er in elk geval toe geleid dat Nederlandse media de Piratenpartij serieuzer zijn gaan nemen. En op het moment dat je als partij serieuzer wordt genomen, dan heb je ook meer mogelijkheden om je punten naar voren te brengen. En heb je dus veel meer kans om mensen aan te gaan spreken. Gisteren werd in Den Haag het partijprogramma officieel gepresenteerd. Je ziet dat in Nederland het internet gecensureerd dreigt te worden door private clubs. Speerpunt is vrije toegang tot internet. Op zich ben ik tegen one-issue partijen of partijen die zich rondom een bepaald thema vestigen. Moeten we voorstellen dat we straks 150 partijen hebben in de Kamer met ieder hun eigen thema. Dat zou niet werken. Maar dit is zo belangrijk, dit is zo verbonden met de economie, de veiligheid van ons land, maar ook hoe de overheid werkt in relatie tot de burger via die digitale snelweg, dat het in dit geval heel erg goed is dat er een partij is die hier standpunten over inneemt en ook bereid is verantwoordelijkheid te nemen in de Kamer. Goedemiddag. Toch zijn het niet alleen mensen die zich helemaal op het internet hebben gestort die op de Piratenpartij willen gaan stemmen. De 50-jarige Geert-Jan van Leeuwen bijvoorbeeld. Van oorsprong VVD'er, maar hij stapt deze verkiezingen over naar de Piratenpartij. Mark Rutte lijkt me persoonlijk best een aardige kerel, maar ja, te zwak eigenlijk en te leugenachtig, neem je kwalijk, om toch die ook niet doet wat hij zegt. Ja, maar waarom dan de Piratenpartij? Want bij gebrek aan beter dus. Bij gebrek aan beter. Ja. En als u alternatief hebt, dan hoor ik het graag. Maar verder, ja. Een proteststem dus eigenlijk gewoon. Bent u daar blij mee of zegt u van ja, nou ik weet niet of we daar nou blij mee moeten zijn met dat soort stemmers? Ja, uiteindelijk ben je natuurlijk blij met alle stemmen die je krijgt. En ik kan me voorstellen dat mensen uit protest ook inderdaad zeggen van nou, laten we een nieuwe partij maar eens een kans geven, want de bestaande partijen maken er een zootje van.
En dan is het aan ons om te laten zien dat wij die stem waard zijn. Nou, het belangrijkste nu voor de Piratenpartij is dat ze ervoor zorgt dat in de korte tijd die nog rest na de verkiezingen voor het grote publiek duidelijk wordt waar de partij voor staat. Omdat als dat niet lukt, de partij hoogstwaarschijnlijk alleen maar experts op het gebied van dit soort thema's aan zal trekken. Maar ook maatschappelijk teleurgestelden. En ja, dat is niet per se een groep die deze partij aan wil spreken. De partij wil juist het grote publiek aanspreken. En ja, ze hebben ook wel echt wat te vertellen. Er zijn ook wel thema's waar ze voor staan. Nou, dat moeten ze over het voetlicht gaan brengen nu. Maar die andere standpunten zijn, net als bij de Duitse piraten, zoals ze dat zelf noemen, vloeibaar. Via internet mogen de leden meepraten en een meerderheid beslist. Ja, nou, we gaan ervan uit dat systeem, we noemen het eigenlijk democratie 3.0, dat het uiteindelijk door alle Nederlandse partijen overgenomen gaat worden. Want inmiddels maar hebben maakt we u zelf overbodig uiteindelijk? Hopelijk wel, ja.